Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat er nog veel gesprekken gevoerd moeten worden over de aanpassing van de wetgeving met betrekking tot de leerplicht. Gisteren tijdens de regeringspersconferentie zei de bewindsman dat er rond maart een paar nieuwe wetsvoorstellen ter tafel zullen komen in het parlement. En wij gaan naar 4/16 of de optie is 4/18. De argumenten moeten we op een rij even nog zetten. We hebben het parlement al inmiddels afgestemd dat we rond maart, april dus drietal wetten gaan bespreken. En dat is 1, wet op basisonderwijs, wet op de leerplicht en wet op de toezicht. Dat is de inspectie. En dat hoort in dat pakket. Bij leerplicht hoort natuurlijk ook leerplichtambtenaren die dan natuurlijk toezicht moeten houden op dat er werkelijk kinderen rond 4 en 16 of 4 of 18 op school zijn. In het parlement was er al enige tijd een discussie gaande over de leerplicht. Ook de voorganger van Ory, Marie Levens, bracht de verandering van dit vraagstuk eerder ter sprake. De huidige wetgeving stelt dat de leerplicht voor kinderen van 7 tot 12 jaar van kracht is.